Poes, poes. Kom maar lekker eten. Kom dan. Wie sluipt er bij nacht en ontij over het bedrijfsterrein Stormpolder in Krimp aan de IJssel? Wie komt eraf op de lokroep van Marie van Zwienen? En wie reageert er op het gerammel met een bak kattenbrokjes? Egeltjes, zwerfkatten, waakondinges en... Hij is schuchter, maar dit zijn de eerste foto's van de nieuwste bezoeker. Ja, een vos. Ik zag ineens een vos staan. Ik denk, nou, dit geloof je toch echt niet? En dus ik riep, kom maar, kom dan. En toen kwam die aanlopen en ik naar de gang toe. En inmiddels was hij ook richting deze deur. Op de bedrijfscomputer heeft Marie inmiddels een hele collectie foto's van de vos aangelegd. Want hoewel schuchter, die bak met kattenbrokjes is wel heel verleidelijk. Ik denk een vos hier in een industriegebied, in de polder, wat best wel druk is eigenlijk. Maar ja, 's avonds is het wat rustiger. Dus hij wacht toch tot het wat rustig is buiten, denk ik. De dierenbescherming heeft het aaien van de vos afgeraden. Bij een beet zou het hond dolheid kunnen overbrengen. Maar een foto in het Huis en Huisblad laat zien dat de vos in Krimp aan de IJssel wellicht tam is. En er zijn meer aanwijzingen. En toen is mijn schoonzoon hier even naar de overkant gelopen. En die heeft wat kattenbrokjes gepakt uit de schaal. En die heeft hij gegeven. Nou, die heeft hij lekker opgesmuld dus. Hoe makkelijk was het om dit soort foto's te maken? Nou ja, hij blijft er nog wel aardig voor zitten. Ik denk dat het wel vrij makkelijk was. Nu willen we de nieuwste aanwinst van Marie wel eens in levende lijven zien. Maar helaas, zo eenvoudig gaat dat niet. Kom maar, vos. Kom maar. Kom op dan. Ja, nee, dat vind ik zo. Hij laat zich niet zien, hè? Nee, joh. We zullen het moeten doen met de foto's.